Ik bel je zo terug. Welkom bij Bureau Kijkende Vechten. Wij zijn het programma dat altijd op zoek is naar antwoorden op dringende kwesties. We bestaan ondertussen 137 jaar, dus ik vind dat we best kunnen zeggen dat we ondertussen heel goed zijn geworden in het vinden van antwoorden. Ja, maar een beetje bescheidenheid zou ons sieren, directeur. Laten we vooral heel gauw verder gaan met de vraag van Erik van der Wal uit Eerbeek. Ja. Hij was op vakantie in Frankrijk, zat er lekker een wijntje, kaasje, je kent het allemaal wel. En toen dacht hij, waarom kunnen wij in Nederland nou niet van die lekkere stokbroden bakken, precies zoals in Frankrijk? Nee, inderdaad, joh, want die dingen die je hier koopt bij de supermarkt, dat lijkt er niet eens, het is niet eens knapperig. Ik vind het best een serieuze kwestie. Laten we dit zo gauw mogelijk voorleggen aan Robert van Beckhoven. Ja, misschien wel de knapperigste bakker van Nederland. We gaan. C'est un beau roman, c'est une histoire. Robert, ja. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Dat is goed, dank. Welkom. Hi, welkom. Het is grappig, want als ik aan jou denk, denk ik meestal aan taartjes, maar jij bent ook echt wel broodbakker. Wat is een goed stokbrood? Hij moet krokant zijn en hij moet een beetje een open structuur hebben. Dat vinden we gewoon heel erg lekker. Dat maakt hem Frans? Dat maakt hem Frans, ja. Nou, wat doen die Fransen en wat doen wij ook? Eigenlijk wat deze 1000 jaar geleden, maar dat is wat we doen, is een deeg maken en heel lang wachten, laten fermenteren, want daar wordt het lekker van. Fermenteer is rotten eigenlijk? Ja, dus hoe lang laat je het laten rijpen, noemen ze dat tegenwoordig ook wel. Hoe lekkerder het wordt. En is die Franse bloem ook echt nodig voor een Frans stokbrood? Ja, ik zou dat denken, een bloem is bloem. Ja. Nee. Kijk, de Nederlandse bloem, dat noemen wij Zeeuwse bloem. En Zeeuwse bloem heeft minder eiwitten, waardoor je minder vocht op kan nemen. Ja, je moet zorgen dat je zoveel mogelijk water op. Maar goed, je haalt dus je bloem uit Frankrijk. Ja. En daar maak je deze. En dan doe ik water bij, zoveel mogelijk water. Gewoon Nederlands water. Ja, maar wel Brabants water. Hè? Oh, ja. En dat is het lekkerste van Nederland, hè? Dat weet je. Dan maken we daar een deegje van. We maken het plat. Het is je moeder niet. Alleen plat. Ja, heel goed, ja. Het is jullie moeder niet. Kom op. Ja. Okay. Zo ja, dat inslagje grijpt en een beetje, ja. Maar je begint altijd hier, anders heb ik geen punten. Ja. Ja, doe maar. Kijk, en dan doe je zo dat hier spanning op komt. Nou, en zo herhaal je dat de hele tijd. En iedere keer aandrukken, zo wegdrukken, zeg maar zo. Anders heb je daar een pannenkoek. En dan even rollen dat je een mooie modelletje hebt, zie je dat? Ja. Wat een soepel deeg zeg. Het lijkt wat te leven. Dan komt dat er water in zit, heel veel water. Hoe meer water, hoe langer je het uit kunt trekken. Ja. Ik denk dat je hier blijft. Ik vind dit leuk. Ja, echt leuk. Ik sta gewoon bij Robert, stokbrood maken. Ja, het is heel gek, want je zou denken dat het heel zwaar is, maar het weegt eigenlijk helemaal niks. Ja. Helemaal overheen. Okay. En dan gaan we dit, eigenlijk wat we dus nu doen, en dat is natuurlijk belangrijk, die leggen we weer in de koelkast. En dan gaan we hem terugkoelen naar onder de 13 graden. Hier gaat de koeling in. Die gaat de koeling in. Dan pak je een ander eruit. 1000 jaar geleden, en de Fransen zie je dat ook, die bakken stokbroden op een steen. We gaan in Nederland bakken we op platen, want ik kan heel die kar vol zetten. Ja, lekker economisch. En over 20 minuten heb ik honderden stokbroden. Maar als ik het met de hand ga doen, in die oven, daar ben ik veel langer bezig. Dus hier gaan we het direct te warmen op de vloer. Ja, en hoe warm is zo'n vloer? 230 graden is de vloer. Dit is ook 230 graden. Sterker nog, we gaan hem op 240 zetten. Ja. Nog heter. Dan ga ik hier, zij gaat op de vloer bakken en ik op die plaat. Ja. Fascinerend experiment dit, wat hier gebeurt. Die sneetjes zijn belangrijk, hè? Ik kan onze beste snijder even erbij halen. Ja, die is Europees, heeft van de Fransen gewonnen. Fantastisch, ja. Zie je hoe het soepel gaat. En helemaal dat je gewoon de Fransen verslaat. Wat een baas ben je dan. Vernederd. Brancard. Daar komt een mortuarium. Daar komt wat stoom bij. Waarom is dat? Ja, dus gewoon water. Die water die verdampt. Omdat die oven zo heet is, krijg je snel korstvorming. Waardoor die dicht schroeit als het ware. Door er een beetje water over te sprenkelen, uitstel van korstvorming, heeft je wat meer tijd om te reizen. Oh, ja. En nou deze gaan we hetzelfde doen. Het is een soort spraytankcabine. Ja. We zijn ondertussen 20 minuten verder. En we werden gewaarschuwd dat de broden klaar zijn. Ja. Ook, ik voel ook een soort van spanning of het wel gelukt is. Ja. Leuk. Okay, het is gewoon echt een ambacht. Het is echt een kunst. Het is gewoon niet iets wat je zelfs zomaar grote getalen. Zomaar kunt. Dit is echt. Het klinkt ook al Frans. Ja.
Er zit ook al inderdaad, als je het alleen al verplaatst, zit er al een soort geluid in dat al anders is dan... Een Franse knisper. Ja. Ja, mooi gescheurd, hè? Ja. Die zijn op de plaat gebakken, die zullen minder gescheurd zijn. Zie je dat? Die wat zijn een niet verschil? Zo... Die gaan niet open. Wat een verschil. Ze zijn die gaan niet open. Het lijkt of ze bleker zijn. Die gaan ze wel zijn open. Dunner, ja. Ja. Dit is dit brood dat wij meegenomen ja, hebben. Ja, zie je dat? Een fijne structuur. Ja. Deze zal iets grover zijn dan dat we iets meer water erop doen. Zie je dat? Maar dit is echt top. Wat een verschil. Echt grote gaten. En hoe komt dit nou dat dit zo open is? Direct dat is wat je wil bereiken. Ja, ja, direct warmte, dat ontploffingsgevaar, zeg maar. Je hebt natuurlijk het allermeeste een heel veel water. En water bepaalt de kwaliteit van water, kijk je luchtbellen. Ja. En dat ontploffingsgevaar ontstaat door enorme temperatuurverschillen. Ja. Dus even samenvattend, Robert. Ja. De vraag was, waarom kunnen we in Nederland niet zo lekker stokbrood maken als in Frankrijk? Dat kunnen we dus wel. Dat kunnen we wel, alleen het heeft te maken met de manier waarop. Ja, dit is de Nederlandse methode. Ja. Dit is de Belgische methode, zeg ik altijd, zit er tussenin. En dit is de Franse methode. En dat heeft te maken met het speciale meel dat je gebruikt. En omdat je het niet in een hete lucht overbakt, maar op de warme vloer in de oven. Ja. Dank je. Wil je ook een stukje proeven even anders? Ja? Maar dit is in niks, vergelijkbaar met dit. Het is zo knisperig. Nou wil ik dus ook een hete vloer over, hè? Robert, dank je wel. Dan ga ik. Dankjewel. Lekker. Dus eigenlijk kunnen we dat hier in Nederland best van die Franse stokbroden maken. Alleen gewoon een beetje meer tijd ervoor nemen. Niet te snel willen en goed kneden. Ja, en toewijding. En geduld. En dus zo'n mooie dure vloeroven. Vloeroven. Ik zou eigenlijk misschien iets meer moeten verdienen daarvoor, directeur. Om zo'n oven te kopen? Ja, alstublieft. Goed, dossier gesloten. Als je zelf ook een kwestie hebt die we op zouden kunnen lossen, laat het hier achter. En wie weet gaan we ermee aan de slag.